De gemeenteraad kwam afgelopen donderdag bijeen om te vergaderen over de voorjaarsnota. Alle raadfracties mochten commentaar leveren op de plannen van het college van BMW. De meeste partijen zijn van mening dat het college zich niet genoeg aan de opdracht van de gemeenteraad heeft gehouden. Zo was tijdens de kerntakendiscussie afgesproken dat er geen geld meer naar topsport zou gaan, terwijl daar nu een ton voor begroot is. Ook heeft de raad eerder aangegeven kinderboerderijen en bibliotheken open te willen houden. In de voorjaarsnota staan echter plannen om één kinderboerderij en meerdere bibliotheekfilialen te sluiten. Er was ook onvrede over de hoogte van de bezuinigingen. De raad had opdracht gegeven om 30 miljoen te bezuinigen, terwijl de voorstellen van BMW goed zijn voor slechts 25 miljoen. Omdat we de 25 miljoen maar halen in plaats van 30 miljoen, is er wat ons betreft ruimte voor enige aanscherping. Vandaar ons voorstel om nog voor wat wisselgeld te zorgen. We denken aan een vergroting van het krimpen op de materiële index. Daar staat in het vierde jaar nu zo'n 3 miljoen voor en dat kan ongeveer verdubbeld worden. Door het percentage te verdubbelen, dat is één. En een tweede is, dat levert financieel niks op, maar principieel wel. Er was in de raadsopdracht gezegd, de VVV die moet voor een groter deel door de ondernemers gefinancierd worden. Nu wordt gezegd, nee, we gaan het toch als overheid doen, maar daartegenover verhogen we de toeristenbelasting. Wij vinden dat het verkeerde signaal. Dan zeggen we eigenlijk als overheid, samenleving, wij pakken het wel weer op. Ook al leggen we de rekening bij jullie. En dat is voor ons ook een punt wat gerepareerd moet worden. Daarnaast hebben we punten genoemd, maar die zijn deels ook door anderen genoemd. Denk aan de bibliotheekfilialen, denk aan het museum, dat gaat aan de andere kant op. En zo zijn er nog wel meer dingen te verzinnen. Veel fracties hadden ook kritiek op het feit dat deze voorjaarsnota veel uitzonderingen kent. Volgens de huidige plannen wil de gemeente geen subsidie meer geven aan patiëntenverenigingen, maar wel aan de stichting Kleef. En zal er minder geld zijn voor amateurkunst, maar de subsidie voor Orkest de Ereprijs blijft. Ook komt er meer geld voor Orpheus, maar minder voor CODA. Nou, we hebben net alle verhalen gehoord. Ik vond eigenlijk alle verhalen hetzelfde. Wat vond u ervan? Nou, heeft u volgens mij niet goed geluisterd. Nou, kijk, u heeft wel gelijk dat er een aantal elementen vaak terugkwamen. De dingen die ook wel heel erg in bespreking zijn geweest. De kinderboerderij, de bibliotheken. Dat klopt. Maar er zaten ook wel duidelijke verschillen in. Ja, wat ik bij jullie opviel was dat jullie met veel getallen kwamen. Ja. En één ding wat mij opviel, en daar zou ik graag nog wat duidelijkheid over willen hebben, het OZB-verhaal. Kunt u daar nog kort iets over uitleggen? Nou, we hebben misschien, zoals u zou verwachten, niet gepleit van OZB-verhoging. We hebben juist gezegd, alle inflatieindexen die hier gebruikt worden, maakt daar één getal van. En dan kan je of de OZB hoger maken of de, nou ja, dat heet ingewikkelde materiële index, verlagen. En dat materiële index is eigenlijk het bedrag wat wij in het gemeentelijk huis hanteren om de stijgende kosten te compenseren. Maar zijn dat dan geen kosten die nog niet zichtbaar zijn voor de toekomst? Nee, dat heeft gewoon te maken met, je verft het gebouw af en toe. En dan zeggen we, nou, die kost van de die wordt 2%, elk jaar wordt het 2% meer. Ook in deze huidige markt? Nou, dat was precies het punt wat we zeiden. We zeiden van als je nou naar buiten toe zegt, de OZB zit op 1,9%. En hier binnen hanteer je 2,75%. Dus je zegt dat de kosten in dit huis hoger zijn dan buiten. Nou, we hebben gezegd, maak dat dan 1. En dat wat je ook doet, of je OZB hoger maakt of de materiële kosten naar beneden, beide gevallen levert dat veel geld op. Maar zo zijn we met een achttal voorstellen gekomen die uiteindelijk 7 miljoen opleveren. En die 7 miljoen die zetten wij in om de boel wat meer in evenwicht te brengen. Dus wat minder te snijden in het sociale en daardoor de boel, ja, we hebben gezegd, in balans te brengen. Dus, en dat was toch wel een verhaal dat ik niet bij de andere partijen heb gehoord. Het college heeft aangegeven dat Apeldoorn er financieel nog nooit zo slecht voor heeft gestaan als nu. Volgens gemeentebelangen heeft het college deze situatie zelf gecreëerd. Uw kritiek was eigenlijk niet mals vanavond. Waar is die kritiek op gebaseerd? Die kritiek is gebaseerd op het feit, dit beleid is failliet. Dit is werkelijk zo failliet als de pieten. Wie het goed doorgrondt, die zegt bij zichzelf, het is de vraag of het concern Apeldoorn zelfstandig overeind kan blijven. Hoe heeft het in de ogen van gemeentebelangen zo ver kunnen komen? Te veel bluf, te veel prestige, een te hoog beleid op gebied van uitstraling, op prestige. We zullen Nederland wel eens even laten zien wat we hier allemaal kunnen. En die hoogmoed die komt nu voor de val. Nu is het zo dat u eigenlijk de gehele voorjaarsnota afkeurde.
Hebben jullie bij gemeentebelang een alternatief voor alle zaken die besproken zijn? Het alternatief, het belangrijkste alternatief is een ander college. Een ander college zonder hoogmoedswaanzin. Een ander college die niet allerlei dingen opricht en later bij zichzelf bedenkt van ja, nu hebben we gebouwen staan, maar dan moeten we er eigenlijk ook nog iets mee doen. Maar nou is het geld op. Zijn er opvallende zaken die, waarvan je zegt van hé, hier willen we nog een keer over nadenken? Nee, ik denk dat we als we raadsbreed kijken dat de kerntakendiscussie toch wel als pijler staat. Kleine nuances erin die we juist in de kerntaken benoemd hebben. Zoals het openhouden van bibliotheekfilialen, het sluiten van het Coda Museum, althans kijken naar alternatieven. Het natuurhuis, de kinderboerderij, ja, dat zijn de dingen die nu weer bovenkomen, maar die in de kerntakendiscussie al genoemd zijn. Gaf het al aan, eigenlijk alle partijen komen daarmee voor de dag op dit moment. Het zijn ook kleinere zaken die eigenlijk heel veel in publiciteit zijn geweest. Is dit niet een soort goedkope manier om de rest een beetje onder de tafel te vegen? Nee, zeer zeker niet. Want ik denk dat ook een heleboel andere punten heel grondig bekeken zijn. We hebben, ik denk, bij elkaar 3 centimeter papier gekregen. Alleen aan inspraakreacties, brieven, e-mailtjes. En die hebben we serieus afgewogen. En ik vind dat zeker als ik naar Apeldoorn kijk en hoe ze daarmee omgaan. Ik heb het in mijn betoog ook genoemd. De cultuurinstellingen, ook de sociale sector, maar ook verenigingen. Naar alle mogelijkheden zoeken. Dan vind ik eigenlijk dat we daar uitermate trots op mogen zijn. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. En ook te bekijken hoe gaan we daarmee om. De raadsleden zullen tijdens het slotdebat op 30 juni amendementen indienen om plannen waar de raad het niet mee eens is te wijzigen.